Welke outfit draag je best op je racefiets? Ben jij iemand die regelmatig zijn stalen ros van stal haalt om aan hoge snelheid de Belgische wegen te verkennen? Van wielertoerist tot professional? Met deze tips kies je de juiste outfit. Het is essentieel dat je bij het kiezen van je outfit rekening houdt met aerodynamica en kiest voor lichtgewicht spullen. Je base layer moet sowieso nauw aansluiten op je huid, anders verliest hij zijn isolerende en vochtregulerende werking. Afhankelijk van de temperatuur kan je kiezen voor een dunner of dikker exemplaar. Draag bij frissere temperaturen mouwstukken in combinatie met je koerstrui. Zodra het wat warmer wordt, kan je die makkelijk wegsteken in de zakjes van je trui en hoef je niet te stoppen om een laagje uit te trekken. Hetzelfde geldt voor je fietsbroek. Een fietsbroek met korte pijpjes, aangevuld met beenstukken, biedt je de mogelijkheid om snel te switchen zodra het wat opwarmt. Kies wel steeds voor een broek met bretellen, die blijft beter zitten. Kies ook voor een goed zeem, want dat zit immers lange tijd in dezelfde positie in je zadel. Bij nat of koud weer is een lange broek uit molton of een windstopper heel handig. Er bestaan zelfs fietsbroeken uit Gore-Tex als je echt droog wil blijven. Kies voor een lichtgewicht en ademend regenjasje dat je heel klein kunt opvouwen. Na de regenbui stop je het makkelijk weg in de zakjes van je koerstrui. Voor wielrenners is een rugzak immers not done. Een absolute must voor racers is een fietshelm. Een lichte, goed ventilerende helm is het meest comfortabel. Kies voor een model zonder franjes, die zorgen alleen maar voor extra weerstand. Na een zware val is je helm niet meer zo veilig en vervang je hem best zo snel mogelijk door een nieuw exemplaar. Let erop dat je helm voldoet aan de Europese EN1078-norm. Draag in de winter een speciaal helmmutsje of een buff onder je helm om je hoofd warm te houden. Kies voor speciale raceschoenen. Die zijn aerodynamisch van design en hebben een goede sluiting om goed te kunnen duwen en trekken aan de pedalen. Ze voelen wat stijf aan, maar dat komt de krachtoverbrenging alleen maar ten goede. Heb je geen waterbestendige schoenen? Dan kunnen overschoentjes soelaas bieden wanneer het regent. Ze houden je voeten trouwens ook warm bij gure wind. Op frisse dagen is een paar warme, snel drogende sokken uit merinowol of synthetisch materiaal geen overbodige luxe. Gevoerde winddichte handschoenen beschermen je handen niet alleen tegen de koude, maar ook bij valpartijen. Heb je nog een vraag? Spreek dan gerust een van onze experts aan in je AS Adventure Store of neem een kijkje op www.asadventure.com.